vandaag 18 september, de World Cleanup Day. De dag dat iedereen zich sterk maakt om de openbare ruimte een stukje schoner te maken. En als Hoogheemraadschap van Rijnland zijn we hier vandaag samen met een aantal jongeren in het water gaan suppen in Haarlem om ook ons steentje daaraan bij te dragen. Het Hoogheemraadschap werkt al eeuwenlang aan droogvoeten en schoon water. En vinden het dus als waterbeheerder natuurlijk ook erg belangrijk om bij te dragen aan het schoner houden van onze vaarwegen. Ik heb verschillende plastic afval gevonden, zoals zakken chips, bekers. Vooral plastic dingen zoals bakjes en bekertjes en verfrommelde papiertjes. Heel veel plastic voornamelijk. En nou ja, het is heel goed dat het er niet meer ligt. Overal ligt het wel eens en het is gewoon belangrijk als je het ziet dat je het meepikt en in een prullenbak gooit waar het hoort. Ja, dieren kunnen erin stikken of er kan wat anders mee gebeuren en het is eigenlijk gewoon heel slecht voor onze natuur. Ja, in principe ben je heel wendbaar om ook langs de kades, onder de bomen en op de nicheplekjes in het water waar het afval zich verzamelt om daar een schoonmaakactie te doen. En ik moest in het begin een beetje mijn balans vinden, maar het ging wel heel erg goed. Een paar keer erin gevallen. Ik vind suppen echt een hele leuke manier. Het is makkelijk en gezellig. Het maakt het ook nog een soort van leuk. Gewoon dat je op het bord staat, je bent ergens mee bezig, maar daarnaast doe je ook eigenlijk iets goed voor het milieu. Als jongere is het überhaupt belangrijk dat je geen afval in het water of op de grond gooit, aangezien dat komt ook gewoon in de zee terecht. Ik vind World Cleanup Day eigenlijk best wel een goede manier dat mensen meer alert worden om de rommel die om hen heen ligt en wat ze met hun afval doen. Zeker omdat het gaat om onze toekomst eigenlijk ook. Het is voor ons als Hoogheemraadschap van Rijnland ook een mooie manier om te werken aan het waterbewustzijn, juist ook bij jongeren in ons gebied.